De maatregelen die je kunt doen natuurlijk om je kust te beschermen tegen overstroming, dat zijn in de eerste plaats, dat zijn ook de oudste maatregelen, dat zijn de harde kustverdedigingsmaatregelen. Dat is natuurlijk de bouw van een zeedijk, waarmee je natuurlijk de zee eigenlijk tegenhoudt met een muur. Maar dat vinden wij al vele jaren eigenlijk geen goede oplossing meer. En daarom zijn we eigenlijk al sinds de jaren 70 overgeschakeld op eigenlijk de natuurlijke, de zachte kustverdediging. Mijn naam is Peter de Wolf, bouwkundig ingenieur. En ik ben eigenlijk hoofd van de Stal Kust, van de afdeling Kust. En de taak van de Stal Kust is eigenlijk hoofdzakelijk de bescherming van onze kust tegen overstroming door de zee, de zeewering. Hier staan we voor het centrum van Oostende, aan de zeezijde beschermd door een zeedijk. Die bestaat uit een dijklichaam, zand of klei. Op het dijklichaam zie je dan de promenade. En hier aan de voorkant wordt een panzer gebouwd. Het panzer uit blauwe hardsteen moet het geweld van de golven tegenhouden. En hier kunnen de mensen dan wandelen. Hier komt dan de leuning. Je natuurlijk moet beletten dat mensen eigenlijk van de zeedijk vallen natuurlijk. En de golven, ja, die breken eigenlijk op dat panzer van blauwe hardsteen aan de voorkant. En aan de achterkant een stormmuurtje dat eigenlijk het water moet tegenhouden. En wanneer de storm gaat, de golven over de zeedijk botsen tegen dat muurtje. En onder de zeedijk kan men dan ook eigenlijk een stormriool bouwen en het water dat tegen het stormmuurtje botst, loopt door eigenlijk die riool, in de stormriool, en kan dan afgevoerd worden naar zee. Zo ziet een zeedijk er fundamenteel uit. Dus heel eenvoudig. De zeedijk van Oostende is op dit ogenblik eigenlijk een 4-5 meter te laag om dus heel zware stormen te kunnen weerstaan. Daarom hebben wij beslist in 2004 de kustverdediging van Oostende veiliger te maken. Daarvoor hebben wij een strand voor de zeedijk aangelegd. En het strand is eigenlijk een heel goede en een heel natuurlijke bescherming tegen overstroming. Het is zo dat de winter de moeilijkste periode is voor onze kust. Veel stormen, dan wordt veel zand van onze stranden en duinen afgeslagen. Dat strand komt dan in zee terecht, wordt door de zee opgehoopt op hetgeen wij bermen noemen. Die bermen liggen evenwijdig aan de kust. Naarmate dat die bermen hoger groeien, wordt natuurlijk de kracht van de storm gebroken, doordat het moeilijker en moeilijker wordt voor de golven om voorbij die berm te geraken, zonder eerst gebroken te worden. In de zomer, in kalme perioden, neemt de zee het zand van die bermen terug op en brengt het naar de kust. Dan wordt het door de wind terug verspreid over het strand en de duinen. Als het zand dat in de winter door de zee van de stranden en de duinen wordt weggenomen en naar zee wordt getransporteerd, even groot is in hoeveelheid als het zand dat in de zomer door de zee terug naar de kust wordt gebracht, dan heb je een kust die in dynamisch evenwicht is. Niet erodeert, niet achteruit gaat. Maar op veel plaatsen langs onze kust is eigenlijk dat systeem niet in evenwicht. Er wordt ook in de winter meer zand van onze kust weggeslagen door de zee dan dat er in de zomer door de zee terug naar onze kust wordt gevoerd. En op die plaats helpen wij dan de natuur een beetje door zelf zand aan te voeren. Het zand wordt altijd gebaard op zee. Wanneer je een opspuiting uitvoert, dan vaart het baggerschip tot vlak voor de kust, wordt met buizen verbonden met het strand en wordt het zand vanuit het ruim van het schip eigenlijk naar het strand opgespoten door een mengsel van zand en water. En daarmee kun je eigenlijk enorme hoeveelheden zand op een heel korte tijd op het strand aanbrengen. Als je eigenlijk niet al te veel zand wilt aanvoeren, kun je dat bijvoorbeeld met vrachtwagens doen. In dat geval heb je ook een baarschip nodig, dat het zand in zee baart. Dat schip brengt het zand naar de haven. Het zand wordt gelost op de kaai en dan wordt het met vrachtwagens eigenlijk naar het strand getransporteerd. Anderzijds is er nog een andere maatregel die zich een beetje situeert tussen hard en zacht. De mensen spreken dikwijls van golfbreker, maar dat is eigenlijk niet de juiste naam. De juiste naam is een strandgolf. Een vinger die vanaf het strand vertrekt en in zee steekt en die eigenlijk het zand tegenhoudt dat door de zee langs onze kust wordt getransporteerd. Er passeert veel zand voor onze kust, van Frankrijk over België naar Nederland. Die uitsteeksels, die strandgolven in de zee, die houden eigenlijk gewoon het zand tegen dat door de zee wordt getransporteerd. Het getijde is eigenlijk een enorme golf die langs onze kust passeert. Die draait in tegenwijze zin. Passeert via Engeland, over Frankrijk, Nederland en die draait rond onze kust. Bovendien zijn de overheersende winden westenwinden. Ook de golfbeweging is dikwijls van west naar oost. En dus op die manier werkt alles eigenlijk tezamen om eigenlijk het zand van het westen naar het oosten, van Frankrijk over België naar Nederland te transporteren. Hier zie je dus typische rijschoutgangen. Die worden eigenlijk al, ik zou zeggen, honderden jaren gebruikt langs onze kust. En die dienen eigenlijk om het zand te vangen dat door de wind wordt getransporteerd. Als het heel erg waait, wordt heel, heel veel zand door de wind over het strand getransporteerd. En die gangen, die houden eigenlijk dat zand tegen.
Het is ook op die manier bijvoorbeeld dat onze duinen zijn gegroeid. Onze duinen zijn ook gegroeid en ontstaan door de werking van de wind. Dus als wij eigenlijk het zand dat door de wind over het strand wordt getransporteerd kunnen vangen met die zandgagen, dan kunnen we eigenlijk ons strand op een natuurlijke wijze doen groeien. Want ik moet zich realiseren dat een tiental jaar geleden de zee eigenlijk tot tegen de duinen kwam. En de duinen, dat was daar waar je nu eigenlijk die afsluiting ziet staan. Een andere maatregel om onze duinen te beschermen is bijvoorbeeld halmgras in de duinen planten. Dat is een heel speciale grassoort die eigenlijk heel goed bestand is tegen zand. Als het door de wind met zand wordt bedekt, ja, dan kan die plant zonder problemen door dat zand heen groeien. En als wij dat in de duinen planten, ja, dan kunnen wij eigenlijk zorgen dat onze duinen eigenlijk geen zand verliezen. Hè, want het galmgras houdt ook het zand op de plaats. Dus dat is ook een heel goede maatregel om eigenlijk onze duinen te beschermen tegen de werking van de wind. Het is soms nodig dat we bepaalde zones van de duinen afsluiten, omdat bepaalde zones van de duinen dreigen te erg beschadigd te worden door overbetreding. Dat zijn zowat de voornaamste zachte maatregelen. De zandsuppletie, de aanvoer van zand op het strand. Het planten van strandgagen om eigenlijk het zand dat door de wind wordt getransporteerd tegen te houden. En dan halmplanten in de duinen om eigenlijk onze duinen te stabiliseren, goed op hun plaats te houden. En de voornaamste functie van onze duinen, dat is eigenlijk onze kust beschermen tegen overstroming. Met onze duinen, daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. De veiligste plaats om langs onze kust te wonen, die plaatsen zijn waar je nog de natuurlijke zeewering hebt. Breed strandgat, hoge duinen. Dat systeem kan eigenlijk de zwaarste storm weerstaan.